Ja, vrienden, die Smit bij PSV. Ja, die kwam Nederland binnen en ja, nou, die was de wonderdokter. Nou, nu kwam er een trainer naar Nederland. Dat hadden we nog nooit gezien. Die had een systeem, daar hadden we nog nooit van gehoord. En die kwam dus hoog op het schild, kwam die binnen en er was niks beters dan die Smit. Nou, we zijn nou even een paar maanden verder en wat hebben we nou gezien? Nou, die Smit is het tegendeel van een wonderdokter. Is PSV zo heel veel beter gaan spelen? Nee. Is PSV een kans hebben voor de titel? Nee. Is PSV uit de beker? Ja. En zo gaat het maar door. Dus dan zou je denken bij jezelf, nou meneer Smit, hey, blijf een beetje onder de radar. Maar nee, het tegenovergestelde is het geval. Die Smit die is me daar een potje aan het wauwelen. En aan het kwekken. En ik zei, oh, dat is ongelooflijk. En heel Nederland, en ik ook, van Feyenoord. En alle mensen van Ajax, die hebben hun buik helemaal vol eigenlijk van die Smit. Ja, want die zat dus te piepen over die Nijhuis en dan ging die maar tekeer. Is hij ook nog een keer een wedstrijd geschorst. En nu is hij weer aan het zeuren over de VAR. Nou vindt hij weer dat de VAR maar afgeschaft moet worden, want het was niet in het voordeel van PSV. Dus dan ging die Smit weer lopen piepen. Hey, Herr Smit, Herr Matsu, was is los met je? Ja, ze zijn een huilebalk, een heulpeter, wie ze zeggen in Duitsland. Ja, ze zijn een jammer, een zeurpiet. Dat moet je niet doen, man. Ik zal het ook nog even zeggen in het Engels, want je praat eigenlijk alleen maar Engels in Nederland. You're a whiner, Herr Smit. Gedraag je nou een beetje. Je bent een gast in Nederland. Du bist ein Gast in Holland. En je zou je moeten gedragen. Und du solltest dich auch so verhalten. Je moet niet zoveel babbels hebben als je hier gewoon net pas komt kijken. Presteer nou eerst eens met PSV. En dan mag je voorzichtig eens een keer wat gaan zeggen. En maak geen ruzie, bijvoorbeeld met die Ihattaren. Want je bent nu bezig om die gozer zo langzamerhand de deur uit te duwen. Ja, en dan loopt hij weg naar Ajax hoor, let maar op. Zorg er nou eerst eens voor dat je dat PSV aan het voetballen krijgt. En dan weer dit. Het moet toch iemand zijn bij PSV die dat ook zo ziet. Hè? Is er nou niemand in Eindhoven, niemand bij PSV die zegt, hou nou eens een keer je kop dicht. Houd maar die klappen. Hé, hey, dat versta je toch wel? Doe dat nou. Koppen dicht. Want het gaat er niet om dat wij een hekel hebben aan Duitsers of aan Duitsland. Nee hoor, want wij zingen ook. Jouw slagers die zingen wij ook mee hoor in Nederland. Aan de Noordzeekuste. Die zingen wij ook hoor. En doe alleen. Ja, die zingen wij ook. Ja, daar heeft het niks mee te maken. Je moet gewoon even een tijdje. Hey, haal die klappen. Dat is hem voor jou. En dan is dit wel de laatste waarschuwing. Letzte Warnung. Ja, want je hebt het al 2 keer gedaan nu. Dus bij de 3e keer, en dat is in Nederland, scheepsrecht. En dat noemen jullie, draaimaal is die charm. Hey, niet meer doen. Laatste waarschuwing. Und viel Erfolg.